Hier. Alsnog, ja, daar is hij. Braber kopt RKC op voorsprong. Ja, weer zo'n dood. Na een corner een afgeslagen bal. En daarna staan we niet. Kastelen. Kastelen, knap. Twee man kwijt, terugleggen is ook goed. Braber met de kans en de gelijkmaker. Wat een mooie goal van RKC. Natuurlijk wordt hij in het feestje betrokken. Romeo Kastelen, een voortreffelijke actie aan de rechterkant. Waar hij twee spelers van Vitesse achter zich laat. Van Aanholt is gezien. Hetzelfde geldt voor Santuria. Dan houdt hij het over zich, Kastelen. Braber kiest uitstekend positie en Veldhuis is kansloos. Het is weer gelijk in Waalwijk, 1-1. Florian Jozefsson. Nu is hij er langs. Ja, dat is een gelukje, want Burnett glijdt weg. Jozefsson, dat is Hens. En dus een strafschop voor RKC. Hens van Kwakman. En dus kan scheidsrechter Pieter Vink niets anders doen. Ja, Kwakman zegt, ik krijg hem in mijn gezicht. Eerst het wegglijden van Burnett. Daar zit het Groningen al even niet mee. Jozefsson er snel langs natuurlijk. En dat is Hens. Geen twijfel over mogelijk. Braber achter de bal om na iets meer dan een kwart wedstrijd RKC op voorsprong te zetten. Robert Braber, en dat doet hij. RKC staat met 1-0 voor in Groningen.